Vandaag een antwoord op de vraag van Willeke. Toen de coronapandemie net was uitgebroken, heeft Willeke overal om haar heen zowat gelezen dat mensen met een vitamine D-tekort in hun lijf een lage weerstand zouden hebben. En dat het dus om die reden aan te raden is om vitamine D-supplementen te gaan gebruiken om op die manier het ontstaan van een vitamine D-tekort of het uitbreiden ervan zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Willeke had geen idee of zij überhaupt een vitamine D-tekort zou hebben in haar lijf, maar is uit voorzorg, is vanaf dat moment dat ze dit heeft gelezen, vitamine D-supplementen gaan gebruiken. Nu is Willeke sindsdien, want het begin van de coronapandemie, dat is al een tijdje geleden inmiddels, al meerdere malen ziek geweest. Ja, en ziek word je enkel wanneer je weerstand niet al te best is, hè? Dus vindt Willeke dit nogal vreemd, want is vitamine D-supplementen gaan gebruiken om een verminderde weerstand als gevolg van een vitamine D-tekort in het lijf te kunnen voorkomen. En alsnog is ze kennelijk een niet al te beste weerstand, want ze is al meerdere keren ziek geweest sindsdien. Dus is de vraag van Willeke, hoe kan het dat ondanks het gebruik van vitamine D-supplementen, waarvan ik heb begrepen dat wanneer er een tekort in vitamine D in je lijf heerst, dat je dan een lage weerstand zou hebben, dat ik toch, sinds ik vitamine D-supplementen slik, meerdere malen ziek ben geweest. En dus, ja, kennelijk mijn weerstand niet al te best is, ondanks het gebruik van deze supplementen. Hoe kan dat? Nou, Willeke, we moeten het gaan hebben over je weerstand en wanneer deze enkel hoog is en de invloed van vitamine D daarop. Hoe moet je het zien? Jouw lichaam is ten alle tijde bezig met jou in leven houden. Hoe doet je lichaam dat? Dat doet je lichaam met behulp van hormonen. Waar is je lichaam heel de dag door en elke dag opnieuw al je hele leven lang mee bezig? Eerst je bloedwaardes op peil houden. En daar speelt vitamine D een hele belangrijke rol in, want vitamine D is een vitamine die tevens kan fungeren als hormoon. En dit hormoon heeft nogal veel invloed op het calcium- en fosfaatgehalte in je bloedbaan. Kamp jij met een vitamine D-tekort in je lijf, dan kan het calcium- en fosfaatgehalte in je bloedbaan niet goed op peil gehouden worden. En wow, dan heeft je lichaam nogal wat moeite met jou te laten overleven. En wanneer je lichaam moeite heeft met jou te laten overleven, wat dan, wordt dan onder andere onderdrukt, want dat is dan even van minder groot belang, de werking van je afweersysteem. Dus wanneer je met een vitamine D tekort in je lijf kampt en je lichaam daardoor voortdurend stress ervaart, ja, dan zal de werking van je afweersysteem onderdrukt worden, want je lichaam heeft nogal wat moeite om jou in leven te houden wanneer het moeite heeft door dat vitamine D tekort om het calcium- en fosfaatgehalte in je bloedbaan op peil te houden. En ja, dan zul je dus een lage weerstand hebben. Maar, en dat heb jij ook wel gemerkt in de afgelopen jaren, dat betekent niet dat wanneer jij vitamine D supplementen gebruikt, dat dan vanzelf de werking van je afweersysteem wel goed is en dat jij wel een hoge weerstand hebt. Want vitamine D is niet de enige vitamine, enige hormoon die daarop van invloed is. Hoe moet je het zien? In je lijf moet voortdurend stofwisseling uitgevoerd worden. Waar? In alle cellen van je lijf. En zo heb je ook cellen die behoren tot je afweersysteem. En die stofwisselingsprocessen die in je cellen, waaronder de cellen die behoren tot je afweersysteem, uitgevoerd moeten worden, dat betreffen twee soorten processen. Katabolen, afbrekende processen, en anabolen, opbouwende processen.
processen. Katabole processen kan je lichaam altijd wel in enige mate uitvoeren. Want afbreken, dat kan altijd wel. Maar anabole, opbouwende en herstellende processen, die processen kunnen niet altijd uitgevoerd worden in je lijf. In je cellen, waaronder de cellen van je afweersysteem, die behoren tot je afweersysteem. Want anabole, opbouwende en herstellende processen, kunnen enkel uitgevoerd worden in je lijf, in de cellen van je lijf, inclusief de cellen behoren tot je afweersysteem, wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. Je cellen hebben namelijk essentiële voedingsstoffen, en de meeste daarvan zijn bouwstoffen, nodig om nieuwe moleculen te vormen. En deze vervolgens ook uit te scheiden, middels een proces genaamd exocytose. Zo moeten de cellen die behoren tot je afweersysteem meteen, zodra er een ziekteverwekker gedetecteerd wordt in jouw lijf, antistoffen gaan vormen en uitscheiden middels een proces genaamd exocytose om die ziekteverwekker te bestrijden, doden. Maar dat is dus een anabool stofwisselingsproces en dat kunnen je cellen, inclusief de cellen behoren tot je afweersysteem, dat soort processen enkel uitvoeren wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. Een van de essentiële voedingsstoffen betreft vitamine D. Maar ja, als jij vitamine D supplementen slikt en er zijn alsnog andere tekorten in je lijf in essentiële voedingsstoffen, dan betekent dat dat zodra er een ziekteverwekker gedetecteerd wordt in jouw lijf, er tekorten in bepaalde essentiële stoffen heersen in je lijf. Misschien niet vitamine D, maar misschien wel andere. En dat heeft tot consequentie, want niet alleen vitamine D is van invloed op of je cellen in staat zijn om anabole processen uit te voeren. Dat je cellen, inclusief de cellen behoren tot je afweersysteem, niet goed in staat zijn om meteen zodra dat nodig is, en dat is dus wanneer er een ziekteverwekker gedetecteerd wordt in je lijf, stoffen te vormen en uit te scheiden. Antistoffen in dit geval. Dat kan dus enkel meteen zodra er een ziekteverwekker gedetecteerd wordt in je lijf, goed uitgevoerd worden. Dat betreft dus een anabool stofwisselingsproces, wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. En het slikken van vitamine D supplementen kan dat niet garanderen dat er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. Want er zijn behalve vitamine D nog vele andere essentiële stoffen. Dat betekent dat wanneer jij al meerdere malen ziek bent geweest, vanaf het moment dat de coronapandemie is uitgebroken en jij, omdat je dat overal had gelezen, vitamine D supplement hebt geslikt, dan betekent dat jouw weerstand niet al te hoog is geweest in die jaren. Dat je afweersysteem niet optimaal kon werken in die jaren. En dat betekent dat er kennelijk, alsnog, tekorten in essentiële voedingsstoffen hebben geheerst in jouw lijf. En het slikken van vitamine D supplementen, kan dat natuurlijk niet voorkomen dat er tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ontstaan, blijven bestaan, heersen en uitbreiden in je lijf, omdat je hele voeding, je hele eetpatroon daarop van invloed is. En kennelijk heeft jouw voeding onvoldoende voorzien in vocht en essentiële voedingsstoffen in die jaren. Of te veel voorzien in niet-essentiële stoffen. Dat kan namelijk ook nog. Want wanneer jouw voeding voortdurend allerhande niet-essentiële stoffen bezit, die moeten ook verwerkt worden in en door je lijf, hè? En gedurende de verwerking van niet-essentiële stoffen, onnodige stoffen, raakt je lichaam uitgeput van vocht en essentiële voedingsstoffen. Die stoffen waar je lichaam niet van uitgeput moet raken, want tekorten daarin veroorzaakt een slechte uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in je lijf en daardoor dus ook een slechte werking van je afweersysteem. Want je afweersysteem kan enkel goed werken wanneer meteen nadat er een ziekteverwekker gedetecteerd wordt in je lijf, de cellen behoren tot je afweersysteem, antistoffen kunnen vormen en uitscheiden. Maar dat betreft dus een
anabolstofwisselingsproces en dat dergelijke processen kunnen niet goed uitgevoerd worden in een lijf waarin tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen. En daar is vitamine D er maar eentje van.